Koningin Maxima zit in het comité voor ondernemerschap. Ja. En die presenteert elk jaar de staat van het midden- en kleinbedrijf. En dat wordt dan altijd bij een bedrijf gepresenteerd. En dan mag ik ook mee. En dat was die hier in Delft. Ja. Dus dat is echt heel bijzonder om te zien. Hey, en ik zag ook, als staatssecretaris moet je ook een soort presentator zijn? Ja. Ja, dat, maar dat doen we er gewoon even bij. Dennis, nee, hoe vond je, dat het ging? Spat van het beeld af. Ja, toch? Ja. Ja. Is dat grappig? Is dat iets wat je al deed? Of wie verzint dan dat je dat op die manier gaat doen? Nou ja, dat loopt gewoon zo. Ik vind het belangrijk dat mensen ook zien wat je doet. Je bent openbaar bestuurder, dus dat is belangrijk. Nou ja, dan worden de filmpjes gemaakt en dan wordt er tegen mij gezegd... Mona, kan je even vertellen waar je bent? Ja, kan je dat er even in... Nou ja, en dan vertel ik waar ik ben. Ja. Ja, en dit was Niels en Mick Eekhout. Nou ja, je ziet wat een prachtige dingen die maken. Ja. Die doen dat echt high-tech. Ook architectenbureaus zijn tegenwoordig gewoon compleet gedigitaliseerd. En dat is fantastisch om te zien. Hele mooie dingen maken ze. Dus ja, het is gewoon echt heel goed om te doen. We mogen in Nederland wel eens wat trotser zijn op onze ondernemers. Ja. Als het in Nederland over ondernemers gaat, gaat het altijd over multinationals. Terwijl de meeste bedrijven in Nederland is midden- en kleinbedrijf. Ja, zorg ook voor de meeste werkgelegenheid. Vorig jaar zijn er 130.000 banen door het midden- en kleinbedrijf erbij gezet. 4,4 miljoen mensen werken in het midden- en kleinbedrijf. Dus dat is het grootste gedeelte van onze beroepsbevolking werkt bij het midden- en kleinbedrijf. Die mensen ondernemen voor eigen rekening en risico, zoals dat heet. En daar mogen we echt wel eens wat trotser op zijn met elkaar. Herkennen jullie dat? Met wat meer waardering voor ondernemers en met name MKB'ers zou wel mogen? Jan? Ja, en hoe drukt zich die waardering dan uit? In jouw visie? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik vind waardering, dat is net als op school, weet je wel. Op je werk, dan zeg je, we waarderen je ontzettend. Ja. Dan vraag je hem opslag en zeg ja, dat zit er even in. Dat proef ik, niet dat jij dat zegt, hè? Nee, maar ik proef het wel een beetje. Ja. Nee, maar het is een hele terechte vraag. Want het moet natuurlijk niet alleen bij woorden blijven. Nou, en dat is ook niet zo. We hebben heel veel verschillende financiële instrumenten om als een bedrijf wil groeien, om ervoor te zorgen dat ze geld kunnen krijgen om die groei ook te financieren. We zijn als dit kabinet bezig met het verlagen bijvoorbeeld van de vennootschapsbelasting. Ja. Zodat als je winst maakt, als je goede omzetten draait, dat je daar ook wat meer van overhoudt. Een van de grootste vraagstukken die ondernemers hebben is, hoe kom ik aan voldoende technisch opgeleid personeel? Ja. Nou, er is 100 miljoen bijgekomen voor het technisch VMBO. We zijn in samenwerking met, en dat is overal in Nederland verschillend, hè? Want dat moet je niet vanuit Den Haag willen regelen. Maar overal in Nederland is behoefte aan een ander soort technisch personeel. Ja. Nou, en dan zorgen we dat vanuit het Rijk, samen met lokale, dus provincies of gemeenten, overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen, er echt geïnvesteerd wordt in die deskundigheid die daar nodig is.